ik ben hier vandaag, loop ik mee met Marleen de Bie. Marleen is onze schaapherder van de gemeente. Hey Marleen, leuk om hier te zijn. Ik maak een rondje in de gemeente, zeg maar, om allemaal mensen ook te tonen aan onze inwoners die bezig zijn met het vergroening van onze gemeente. Ja. En ook allemaal initiatieven om de bijen goed huis te geven. En we staan hier tussen allemaal schapen. Ja. Waarom staan we hier eigenlijk? Het is iets anders soort dan bijtjes, maar ik hoop wel dat ze bijdrage gaan leveren aan de bijtjes, zeg maar. En dat is een iets andere techniek dan maaien, want ze laten het best wel onregelmatig af, zoals je ziet. Ja. Ze staan niet ingesteld op standje Wimbledon, zeg maar. Nee, dus precies. Alles glad en groen. Maar ja, dat willen we toch eigenlijk ook niet meer, omdat als je alles op één maaier hoogte af, dan heb je niks bloeiend. Ja. Je kan al wat resultaat laten zien. Resultaat. Er zijn wel wat bloemetjes waarvan ik denk van nou, is best wel leuk. Okay. Want dit stuk hebben ze al gedaan dan? Nee, ja, verleden jaar. Die moeten ze nog heen, hè. Ze doen dit eerst stuk. Ze doen eerst dit stuk. Ja. En dan doe ik ze hier over en naartoe. Als ze daar klaar zijn, dat is het weekend, dan... Ze hebben daar nog 2 dagen voor nodig? Want ik wil dat ze het een beetje kort reden. Oké, laat het zien dan. Wat hebben we dan aan... Dit is gewoon zuur, hè. Toet, toet, boing, boing, Kokkie en Peppie. Peppie en Kokkie. Akkerdistel, dit is wat je niet wil natuurlijk. Wij vinden dit heerlijk. Ja. Maar je wil niet een heel perceel van akkerdistel. Nee, want je nee, wil ook precies. wel dat het is een park om te recreëren. Ja. Oh, nou is het zo, is het leuk hè? Die schapen die eten die distel ook op. Dus hij bloeit eerst en vervolgens beginnen zij de blaadjes van onderen op te eten. Dus die insecten hebben al lang hun buit binnen. Oké. Zeg maar. En welke wil Kijk, je dan laten hier zien? Kijk, hier al ga je bloeien. Nou, die gaat mooi bloeien. En dit eten ze dan niet? Nee, deze eten ze pas in een later stadium. Oké. Dus ze gaan eerst de lekkere dingetjes. Ze beginnen met het lekkerste. Oké. Dat is deze. Het is een inheemse berenklauw. Die hoeven we niet te bestrijden. Dus maar die vinden ze zalig. Dus daar maken we ruzie om. Oké. En dan gaan ze aan de grassen verder. En dan pakken ze de blaadjes van de... Hier gaan de blaadjes ook af. Ja? En vervolgens nemen ze gras, af en toe een hapje gras mee tussendoor. Maar die insecten hebben dan al lang de kans gehad om de dingen die ze nodig hebben eraf te vissen. Oké, want dan hebben we dat allemaal gedaan. En dan hebben die schapen hun buik volgegeven. Ja. Op zich heel leuk. En wat hebben de bijen eraan? Ze hebben onderzoek gedaan naar hoeveel zaden er in zo'n vacht zitten. Meer dan 200. In de zaadjes vacht in de vacht. Ha. Dus ze zijn eigenlijk agenten van. Dus ze nemen dat ook mee naar de volgende percelen. Ja. En wat vind je nou het leukste van je baan? Het leukste? Het leukste dit jaar vond ik eigenlijk een plek waar geen orchideeën meer kwamen, omdat het vol met slib gereden was. Ja. En ik heb een aantal jaren daar met schapen wezen grazen. En dan zie je me toch nog enigszins verarmen. En dat ik gewoon op het land weer orchideeën tegenkwam, dacht ik, goed zo. Wat heb jij gedaan? Misschien heeft goed het toch wel zin. Goed zo. Dat is wat ik dacht. Nou, misschien heeft het toch wel zin met wat we roepen. Mooi. Dus...